We zijn hier bij de Biegengroep. We hebben als Rijksoverheid recent een 8-jarig contract afgesloten. Naar het voorbeeld van Defensie. Defensie heeft ooit de kleding die men uitgeeft aan individuele militairen een systeem voor opgebouwd om dat retour te nemen. Puur gebaseerd op veiligheidsoverwegingen. Hallo, fijn. Ja, ik ben het. Het concept wat ik vandaag heb gezien is fantastisch. Diverse belangen worden bediend, de belangen van Defensie. Als het gaat om de afvoer van bijvoorbeeld kleding en ander materieel, wat we in het verleden tegen hoge kosten moesten verbranden. Dat wordt hier gerecycled, dan wel geherbruikt, echt van groot belang. En wat we ook zien is een hele bijzondere werkomgeving, waar mensen met een beperking volop aan het werk zijn en ook heel erg veel plezier daarin hebben. En waar onze spullen ook een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld in dekens voor het leger. Of in materiaal voor nieuwe t-shirts en truien. Het is echt isolatiemateriaal. Dus wat we eigenlijk zien gebeuren is dat de uniformen van Defensie, de spullen van Defensie terugkomen op heel veel manieren en in onze samenleving. Vanaf februari 2017 aanstaande gaan alle rijkspartijen naar het voorbeeld van Defensie hierop aansluiten. En daarmee ontstaat een heel groot volume waarop steeds meer marktpartijen kunnen investeren en innoveren.